zitten in de nieuwe spelershome waar we gedurende dit seizoen spelers ontvangen die alles over zichzelf gaan vertellen. Nou ja, dat is een grapje, maar in ieder geval komen we hier te weten, in ieder geval meer te weten over de spelers. En de eerste gast is Jerdy Schouten. Welkom. Dank je. Ja, ik ben even heel trots hier dat dit namelijk helemaal nieuw was. Wat vind je ervan? Het ziet er mooi uit. Ziet er mooi uit, hè? Je hebt het best gedaan. Ja, goed zo. Ja, ja, om meteen met de deur in huis te vallen. Ik denk dat je misschien wel beu bent om het erover te hebben. Ik denk dat iedereen dacht, jij wordt opgeroepen voor Oranje. Dat is helaas niet gebeurd. Misschien wel door die klachten daarvoor. Maar ja, wat ging er door jou heen toen de definitieve selectie bekend werd? Nou ja, je wilt er natuurlijk gewoon graag bij zijn. Dus dat je heel even teleurgesteld bent, ja, dat lijkt me logisch, toch? Ja, ja, dat lijkt me zeker logisch. Ja. Maar heb jij Ronald Koeman gedurende deze periode gesproken? Er is wel contact geweest. Kun je vertellen wat er gezegd is? Nou ja, dat hou ik liever gewoon tussen ons. Want dat is iets wat gewoon privé is. En in hoeverre kriebelt het? Ja, heel erg. Ja, tuurlijk. Ik heb natuurlijk al een keer aan mogen ruiken toen ik... dat is nu 1,5 jaar geleden ongeveer, denk ik. Nou, ik wil er graag weer bij zitten. Ja. En hoe kijk je dan naar die wedstrijden? Ja, nou ja, dat is natuurlijk lastig, omdat ik er gewoon heel graag bij had willen zijn. Dus zo kijk je er wel naar. Maar ja, ik kan er ook wel gewoon voor gaan zitten. Jawel. Ja, en waar kijk je dan het meeste naar uit als je er eenmaal bij bent? Ja, op het voetballen gewoon natuurlijk. Ja. Dan gewoon op het veld staan. Ja, dat hoop ik gewoon weer voor elkaar te krijgen binnenkort. Duidelijk doel, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, wij zijn heel erg blij dat jij ondanks alle interesses van andere clubs voor PSV hebt gekozen. We zijn nu een aantal weken verder. Hoe bevalt het hier? Ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Dus ik ben zelf ook hartstikke blij nog steeds dat ik hiervoor heb gekozen. Ik denk dat dat wat ik vooraf dacht dat ik echt bij deze clubs zou passen, dat alleen maar waar blijkt te zijn tot nu toe. En dat wil ik gewoon zo volhouden. En hoe is de sfeer in de groep? Ja, goed. Ja, dat lijkt me wel vanzelfsprekend. We hebben natuurlijk gewoon een hele goede start in de competitie. 8 wedstrijden gespeeld, 8 gewonnen. En ja, dan is de sfeer natuurlijk altijd goed. Champions League kunnen we misschien nog iets beter doen. Dat willen we ook. Dus daar gaan we voor. En van Italië naar Eindhoven, dat lijkt me ook best wel een groot verschil. Maar de lichtstad, is het wat je had verwacht? Wat vind je ervan? Ja, het is dus wat ik zeg, precies wat ik had verwacht. En daardoor had ik ook zoveel zin in om hier naartoe te komen. Het is echt... Ja, het leven is ook gewoon echt heel fijn. Ik vind de mensen tot nu toe... Nou, ik moet eerlijk gezegd dat ik nog niet heel veel mensen ontmoet heb, want ik ben vooral druk met voetballen. Maar als ik gewoon in de stad loop, zijn het type mensen hier in Brabant bevalt me wel. Ja. Gezellig, hè? Ja. We gaan even naar jou over jouw verleden praten. En daar gaan we eerst even naar een quote luisteren. Oké. Mannen, hier ben ik weer, Mike Snoei. Kijk ontzettend graag naar leuke spelers die brutaal zijn, flair hebben. En dan komen we bij Jerdy Schouten. Gescout door Piet Buter en mezelf bij ADO 2. Pa en Ma Schouten uitgenodigd met Jerdy. Pa Schouten, een mannetje. En wij moesten maar eens vertellen wat we met Jerdy van plan waren. Nou, een heel voetbalverhaal. En hij was de nummer 10 van ADO 2. Die achter de spits speelde. En het grappige is, we hadden precies niks te bieden financieel. Alleen, ik vertelde aan Pa Schouten dat hij wel 40 wedstrijden kreeg. Oké, en zo gezegd, zo gedaan. Jerdy gaat starten als nummer 10. En om een lang verhaal kort te maken, de eerste 6 weken desastreus. Verschrikkelijk tegenvallend. Jerdy slecht in zijn vel, had wat last van wat oude blessures, kwam niet aan de bak rondom die spits. Ik vond hem ook wat snelheid missen. En dat voetballende vermogen was er al lang, dat heeft hij echt niet van Mike Snoei geleerd, dat had hij al. Maar die actie rondom de spits, moeizaam. Wat nu? Nou, wij hadden hem inmiddels wat beter bestudeerd. De staf, mezelf. En toen hadden we het idee om hem wat verder achter de bal te laten spelen. Als een soort controleur, maar ook als een soort spelmaker. Ja, Mike, sorry. Ja. Eerst even. Is jouw vader echt een mannetje? Nee, mijn vader houdt wel van om zijn mening te verkondigen. Ja, dat heb je ook nodig, gelukkig. Daar heb ik niet heel veel aan geloven. Nee, maar heb je dit fragment ooit gehoord? Nou ja, toevallig wel. Ja, ja, wat vind je ervan als je dat zo hoort? Ja, nou ja, kijk, Snoei is een oud trainer van mij. Ja. En daar heb ik inderdaad hartstikke veel van geleerd. Want dat is mijn eerste jaar ook dat ik echt in profvoetbal bij de grote mannen zeg maar zat. Hij maakt het verhaal wel net wat mooier dan het misschien was. maar daar houdt hij ook wel van. Maar ja, het is wel waar dat ik daar voor de eerste op nummer 6 werd gezet. Terwijl ik altijd nummer 10 was geweest. Was het bij jou ooit opgekomen dat het misschien een betere positie zou zijn geweest? Nee, want ik me eigenlijk echt
heel mijn jeugd ben ik gewoon echt een aanvallende speler geweest. En altijd eigenlijk meer iemand met juist flair en wat trucjes deed ik en zo. In plaats van dat ik zeg maar verdedigend mijn mannetje stond. Eigenlijk was dat juist altijd wat ze zeiden, dat moet je beter doen, want daar ben je niet goed genoeg in. Ja. Dus daarom is het wel bijzonder dat ik daar nu juist wel goed in ben. Dus hij voelt waarschijnlijk ook, ik heb hem daar op die positie gezet. Dat schreef, dus, hij wel duidelijk uit. Ja, precies. Ik mag mezelf daar een schouderklopje voor geven. Hoe heb je dat toen de tijd zelf ervaren? Ja, toen vond ik het niet leuk. Nee, dat hij me daar neerzet. Want ik had zelf, en daarom waren we ook wel redelijk hard tegen hem, dat we zeiden van, Jerry, die is een nummer 10. Ik had zelf ook het gevoel dat het niet per se was, omdat hij dacht dat ik beter nummer 6 zou zijn. Wat wel zo had kunnen zijn, hoor. Maar op dat gevoel, op dat moment dacht ik eigenlijk dat het was omdat we een andere nummer 10 kregen. En ik dacht, ja, ik moet naar achter. Ja, zo was het. Ja. En nu blij met die positie? Ja, nu heb ik het hartstikke naar mijn zin op nummer 6. En dat was eigenlijk al best wel snel, hoor. Maar de eerste paar wedstrijden was ik er niet heel blij mee. Ja. Nee. En nou, ik denk dat niemand zich zou kunnen voorstellen dat jij niet zou voetballen. Maar jij had hier net zo goed niet kunnen zitten als profvoetballer. Want jij had een bijzondere blessure. Kun je daar eens iets over vertellen? Toen had ik compartimentsyndroom in allebei de benen. En eigenlijk door heel mijn onderbeen heen, zowel kuiten als schenen. Ja, en dat was ook wel een dingetje, want het werd heel moeilijk gevonden. Ik ben echt naar 6-7 ziekenhuizen zo geweest was ik. En toen uiteindelijk heb ik een operatie aan gehad. Ja, en dat heeft in totaal wel 1,5 jaar geduurd. En de tweede keer zelfs heb ik er echt 11 maanden zeg maar echt uitgelegen. Dus ja, dat is heel lang, helemaal op die leeftijd. Ja. Want ik was nog geen senior. Het was net het jaar dat ik van junior naar de senior moest. Ja, dat was wel zwaar. Ja, en wat houdt het dan in? Wat voel je? Wat kun je dan niet meer? Ja, dat is heel lastig omschrijven. Als ik dat wil zeggen tegen iemand, zeg ik altijd, het lijkt net alsof je onderbenen op een gegeven moment ineens 2 blokken hout zijn zo zwaar. Zo voelt het eigenlijk gewoon. Ja, en dan lig je er 11 maanden uit. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou, dit is het. Of zegt iemand anders het tegen je van, nou, ga ervan uit dat je niet meer kan voetballen? Nou ja, het wordt wel, je hebt het zelf ook wel een beetje door dat het zo lang duurt. En ik had het eigenlijk meer het gevoel toen het niet werd gevonden, zeg maar. Want toen ik naar al die ziekenhuizen was geweest en ze zeiden van, ja, we kunnen het niet vinden. Dan ga je nadenken. Dan ga je denken van, ja, maar zo gaat het niet lukken. Want zo kan ik niet meer voetballen. Dus dan gaat het niet, dan gaat mijn droom niet uitkomen. En toen ik eenmaal geopereerd was, toen had ik eigenlijk wel juist die mentaliteit dat ik dacht van, oké, nu gaat het goed komen. Nu ga ik het alsnog halen. Ja, en dan is er dan een club die denkt, nou, die Jair die mag gelijk bij ons komen? Of? Nou, dat was dus niet zo makkelijk, anders, met alle respect, want ik heb echt geweldige tijd gehad bij Telstar. Maar ja, anders zijn die naar Telstar gaan. En daar was ik hartstikke blij mee dat zij me wel de kans wilde bieden om het te laten zien. Ja, zijn er dan veel mensen of clubs die je hebben afgewezen? Er zijn wel een aantal clubs geweest waar ik inderdaad stage heb gelopen en die toen nee hebben gezegd. Ja, dus je wordt eigenlijk afgewezen door je eigen lichaam, door clubs. Hoe hou je dan vertrouwen erin dat het uiteindelijk nog wel gaat lukken? Op dat moment was ik ook zeg maar nog niet echt heel erg bezig met waar ik eventueel later wilde komen. Telstar speelde natuurlijk ook gewoon profvoetbal. Dus ik was ook al gewoon op een gegeven moment blij om daar op het veld te staan. Om gewoon in de Jupiler League te voetballen. Ja, om altijd gewoon om 36 wedstrijden per jaar te spelen in het betaalde voetbal. Ja, en op welk moment is het dan de switch gekomen dat je dacht, hey, mijn droom kan misschien nog wel uitkomen? Nou ja, dat komt gedurende het jaar, als het goed gaat met het team, als er geruchten gaan komen dat Eredivisieclubs naar je kijken, en dan ga je denken van oké, nu gaan we inderdaad echt de stap maken die ik wil maken. Ben je perfectionistisch? Ja. Ja? Ja. Hoe uitziet dat? Nou ja, dat uitzicht soms in een goede manier, soms in een slechte manier, want het kan goed uitpakken omdat je vraagt van heel veel van jezelf. En het kan ook slecht uitpakken op het moment dat je, ik kan een voorbeeld geven, als je een keer een slechte bal geeft in het veld, één slechte bal per wedstrijd ga je altijd wel geven. Als je zo goed bent dat je dat niet doet, ja, dan zit je bij de grootste club van de wereld. Mm. En dan heet je Messi en dat zo heet ik helaas niet. Dus ja, dan als je dan je kopje laat hangen omdat je een foute bal geeft, kijk, dan uit het zich slecht. Dus daar heb ik wel mee leren om moeten gaan, dat het niet de verkeerde kant op valt. Ja. Ja, er wordt over geschreven, hij speelt naar de juiste kleur. Dat is echt volgens mij ook een heel erg ding van nu. Hè? Lovende woorden krijg je te horen, maar die lees je ook. Als je dan terugkijkt naar waar je vandaan komt, wat doen die woorden dan allemaal met je? Ja, dat is natuurlijk. Het is natuurlijk niet. Ik heb ook 4 jaar in Italië gespeeld, dus daar wordt er ook genoeg over gepraat, want daar leven ze ook voor het voetbal. Ja.
Maar ja, hij blijft weten dat ze mooie dingen over je schrijven dan dat er negatieve dingen staan. Dus ik sta er altijd maar zo in. En ik ben ook niet iemand die daar heel hoog door gaat vliegen, door de mooie woorden. Want ik weet ook dat over 2 weken, als je 2 slechte wedstrijden speelt, dan is het weer heel anders. En ja, dan ben je op jonge leeftijd naar Italië vertrokken. Ook nog eens tijdens COVID. Dat heb je daar allemaal meegemaakt. Ja. Ja, als je dan nu terugkijkt op die tijd, hè, want als je er middenin zit, dan laat je het maar over je heen komen. Maar nu, hoe kijk je daar allemaal op terug? Ja, dat is bizar. Ja, helemaal wat je zegt in de COVID-tijd, dat was echt heftige tijd hoor. Want daar was het natuurlijk ook heel erg, misschien wel nog heftiger dan hier, denk ik. En we mochten echt het huis niet uit, voor niks. Dus je zat echt hele dag thuis, voor ja, weet ik veel, 2, 3 weken lang of zo. Ja, dat was wel lastig. Ja. Vooral als je dus in een ander land zit. Ja, precies. Want we wilden heel graag ook naar Nederland terug. Maar ja, dat kan ook weer niet. Want ja, dan heb je weer risico dat je daar COVID oploopt en dan mag je niet van de club. Dus ja, we moesten echt daar blijven. En ja, ook voor mijn vrouw was dat niet makkelijk. De Nederlandse voetbalcultuur is natuurlijk anders dan de Italiaanse voetbalcultuur. Ja. Wat merk je nu dat je hebt meegenomen van de Italiaanse voetbalcultuur? En wat je dus hier goed kan gebruiken? Nou, ik denk dat in Italië wel echt meer nadruk wordt gelegd op echt de winnaarsmentaliteit. En het is natuurlijk ook anders, want hier zit je bij een topclub en in Italië speelden we meestal middenmoot. Dus ja, dan ga je ook heel anders de wedstrijd in. Je moet gewoon elke wedstrijd echt 110% geven, anders ga je gewoon niet winnen. Dat is bij een club als Bologna is dat gewoon meer dan bij een topclub. En ik denk dat daar de jongens die heel hun leven al gewend zijn bij een topclub spelen, net wat makkelijker verzaken, denk ik, af en toe. Mm-hmm. Omdat ze denken, op 80% winnen we ook wel. En ik ben dat dus gewoon niet gewend. Dus ik denk dat dat wel een ding is wat ik in Italië, wat goed is dat ik dat in Italië heb geleerd. En van wie of wat heb je daar het meest geleerd? Ik heb 2 trainers gehad en ze zijn allebei echt heel goed en heel anders ook. Dus van de eerste was Mihailovic, nou ja, daar heb ik 3 jaar mee gewerkt, dus dat is wel lang. Nou ja, daar had ik wel een hele goede band mee en die hebben me wel echt die winnaarsmentaliteit bijgeleerd. Want zo is hij zelf ook een sterke man en die scheelde ook wel aardig wat langs de lijn. En daarna hebben Thiago Motta was mijn trainer en die was meer tactisch echt bijzonder. En daar heb ik wel echt in het veld, wat ik zeg, qua tactiek heb ik daar wel echt heel veel van bijgeleerd, nog in 1 jaar. Ja. Zou je ooit terug willen naar Italië? Poeh, dat is een hele lastige vraag. Kijk, ik heb gewoon een hele mooie tijd gehad. Echt. En ik zou het zeker niet terugdraaien, want ik heb echt 4 hele mooie jaren bij Bologna gehad, wat echt een geweldige club is. Maar of ik nog terug naar Italië ga om te voetballen, weet ik echt niet. Nee, dat weet ik niet. En is het dan dat je dat nu heel erg fijn hebt in Nederland? Ik ga ervan uit dat je misschien nog wel ergens anders naartoe wilt naar Nederland. Nou ja, ik heb het hier gewoon op dit moment hartstikke naar mijn zin. En daarbij komt ook nog eens dat ik 4 jaar toch ver van mijn familie heb gewoond, ver van mijn vrienden. En als ik dan hier het zo naar mijn zin bij een club heb, ook nog eens dicht bij mijn familie en mijn vrienden, dan moet ik daar heel goed over nadenken. Wil ik wat voor stap ik dan nog wil maken? Ja, wij gaan heel eventjes naar iets kijken, want er zijn een aantal jongens die jou een vraag willen stellen. Okay. Hallo, ik ben Leon de Vries, ik ben 13 jaar oud en ik speel bij PSV 114. Ik ben Stefan Loenhout, ik speel bij PSV 113. Hoi, mijn naam is Jessim Elidrisi, ik speel bij PSV 113 en ik ben 12 jaar. Mijn naam is Sven van der Brabe, ik ben 13 jaar en ik speel bij PSV 114. Mijn vraag voor jij die schout is, hoe ga jij het beste om met tegenslagen? Je hebt het er net een beetje over gehad, ja, maar hoe ga jij daarmee om? Je moet gewoon heel realistisch zijn en je mag echt wel eventjes in de put zitten als je een tegenslag hebt, want ja, dat hoort er gewoon bij. En het is ook niet realistisch om te zeggen, je moet altijd positief zijn. Nee, want het gaat niet gebeuren. Als er een echte tegenslag komt, ga je gewoon eventjes negatief zijn. Alleen, je moet gewoon vooruit proberen te kijken dat er ook weer mooie dingen aan gaan komen, want dat is het voetbal. Ja, er komen tegenslagen, maar er komen ook hele mooie dingen aan. En daar moet je proberen op te focussen. Ja. Ook al is dat soms lastig, dat blijft. Maar ben je ook een prater of ben je een binnenvetter? Ik ben binnenvetter. Ja? Ja. Ja. Praat is goed, hè, Jenny? Ja, weet ik, ja. Maar goed, kijk waar je zit. Zeker. Nee, dat is wel iets wat ik nog kan leren. Hoe vind je het leukst om te doen buiten voetbal? Als ik 1 ding moet kiezen, dan kies ik voor spelen met mijn hondje. Ja. Ja, komt een glimlach van hier in Tokio. Dus echt een hondenliefhebber. Ja, je hebt een hond. Ja, we hebben een klein hondje. Ja? Ja? Ja. Lijkt hij meer op het baasje of op het vrouwtje? Nou, hij heeft mijn kleur haar een beetje, dus ik denk op baasje. Oké. Wat miste je het meeste aan Nederland toen je in Italië voetbalde? Ja, ik denk dat Tilburg voor zichzelf spreekt nu. Ja, mijn familie en mijn vrienden. Ja.
Dat was wel iets waar... En natuurlijk werd het op een gegeven moment, woon je daar, heb je eigen plekje. Dus wat ik zeg, ik heb ook wel heel fijn gewoond hoor. Maar ja, je miste wel gewoon soms, ja. Spreek je een beetje Italiaans trouwens? Ja, hartstikke goed. Ja? Serieus? Ja, ik heb 4 jaar gewoond, dus ik kan wel Italiaans. Ja. Wil je iets zeggen? Ja, dat is heel raar. We zitten hier in de huiskamer van PSV en ik heb een gesprek met Maddie. Siamo qui nel soggiorno di PSV. Sto parlando con Maddie. Ja, mooi. Het klinkt wel echt ja? goed. Ik vind het wel heel bijzonder om het uit jouw mond te horen, moet ik zeggen. Het past niet echt, hè? Oh, wauw. Nee, wel knap. Er zijn er genoeg die denken binnen een club... Nou, ik ga nog even die taal niet spreken, want ik ben niet zo weg. Maar, ja, maar dat gaat daar niet. Want bijvoorbeeld Mihailovic praat ook geen Engels. Dus ja, ik moest wel Italiaans spreken. Je had niks te doen met COVID. Moest maar gewoon Italiaans. Ik moest Duolingo. Italiaans leren. Ja. Ja. Top. Nou, volgende. Wie is de beste voetballer waar je ooit tegen hebt gespeeld? Als ik echt moet kiezen wie tegen mij heeft gestaan in het veld, dan kies ik Dybala van, bij Juventus. Ja, ja. Geweldige voetballer. Wat voor indruk maakte hij toen de tijd? Ja, gewoon heel slim, heel intelligent in het veld. En, niet, zeg maar, want soms is een nummer 10 is alleen mooi om naar te kijken, maar hij wist ook echt precies wat hij deed. En dan, ja, zelfs zover dat hij wist dat ik zou denken dat hij iets zou doen. En dan deed hij het, maar op het laatste moment toch niet, zeg maar. Ja, nee, echt fantastisch. Ja, daar kan ik van genieten. Ja, zo voordat jij nog scherper moest zijn. Ja. Goede uitdaging. Ja, zeker. Ja, mooi. Hoe presteer jij het beste op een wedstrijd? Heb je daar iets van een trucje voor? Ritueel, een trucje. Ja, rituelen heb ik wel aardig wat. Ja? Ik ben wel iemand met veel bijgeloof. En nu ben ik nog een beetje aan het zoeken hoe ik dat hier allemaal... Want ik heb gewoon heel... Kijk, in Italië had ik gewoon altijd hetzelfde. Omdat we gingen altijd in hetzelfde hotel bij thuiswedstrijden. Dus ik wist gewoon altijd wat ik kon eten. Wat ik, hoe laat ik ging douchen en zo. Ja, het is echt wel heftig. Ja? Ja, maar nu ben ik nog een beetje aan het zoeken naar een heel ritueel. Maar er zijn wel gewoon dingen die ik altijd doe. Ik doe bijvoorbeeld nu dan hier zo altijd in het hotel een bepaalde ademhalingsoefening. Omdat ik me daar fijn bij voel. Dat ik denk van, nou, daar word ik rustig van. Wat doe ik nog meer allemaal? Dan moet ik even nadenken. Ja, ik doe echt wel aardig wat. Wat ik zeg, dus op bepaalde tijden douchen. En ook dan op bepaalde tijden? Ja, gewoon... We hebben natuurlijk ontbijt, lunch, et cetera. En dan heb ik wel bepaalde fases dat ik altijd, zeg maar, douche. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dus het voorrecht en het hoofdrecht in. Ja. Nee, oh, echt? Ja, serieus. Ja. Nee, ja, dat ook weer niet, want ik kan niet naar boven en weer terug. Nee, maar wel gewoon altijd hetzelfde. Koud douchen voor de wedstrijd, dat soort dingen. Ja, dat doe ik altijd wel. En normaal gesproken eet ik ook altijd hetzelfde. Maar dat zeg ik, dat moet ik nu nog even mee stoeien. Omdat het hier af en toe wat anders is. Maar je ziet dat die rituelen niet per se nodig zijn om succesvol te zijn. Dat weet ik ook zeker. Maar ik ben dat gewoon is wel iemand, mooi. Nou, ik hou er gewoon van om... Structuur. Ja, precies. Ja. Tak, tak, tak. Ja, dat je gewoon weet van, oké, dit doe ik altijd. Daar voel ik me goed bij. Punt. Ja. Je huis is ook ik denk ook zeker niet dat ik daardoor goed ga voetballen, hoor. Zo is het ook weer niet. Maar ik voel me er gewoon fijn bij. Ja. Ja. Heb je ook al overal vakjes voor thuis? Thuis ben ik dan weer heel slonzig, moet je me vragen. Oh, echt? Ja. Top. Je herkent dat niet. Oké, nou lekker dan. De volgende. Wat is uw lievelingsoefening op de training? De rondo. En weet iedereen wat de rondo is? Die jongetjes wel niet. Ja. Jij niet blijkbaar. We hebben hier heel veel publiek die al kijkt. Vertel even aan de mensen thuis wat de rondo is. Als we hetzelfde komen, doen we altijd als warming-up 6-2. En dat is dan in een rechthoek. Dus eigenlijk is het geen rondo hier, maar het is in een rechthoek. En dan staan 2 jongens in het midden en 6 eromheen. En die moeten zorgen dat die 2 jongens niet de bal pakken. Wat is de grootste tip voor ons om profvoetballer te worden? Nou... Daar ga je, Jerry. Ja, dat, kom op. Dat is moeilijk, hè? Wat is de grootste tip? Oké, okay, ja. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je altijd in jezelf gelooft. Dat denk ik wel echt. En er is niet één ding om te zeggen, als je dat doet, dan ga je het halen. Zo werkt het niet. Komt ook een beetje een dosis geluk bij kijken af en toe. Maar ik denk wel dat je altijd in jezelf moet geloven. En ondanks wat anderen zeggen, dat je echt denkt, ik ga het maken en ik ga het halen. En dat het belangrijkste is. Ik denk dat jij daar het levende voorbeeld voor bent. Of van bent. Ja, ik denk wel dat me dat heeft geholpen. Dat denk ik wel. Dan sluiten wij af met jouw object wat je mee hebt genomen voor het signeren. Die komen in deze kast te staan. En die worden aan het eind van het seizoen verloot. Deze veel zijn van jou. Dat zie je ook, ja. Mag ik eens kijken? Doe maar niet aan ruiken, dat zou ik niet doen. Ja, ze ruiken ook echt. Maar op zich... Tuurlijk, het zijn voetbalschoenen. Ik wil even... Maar je doucht in ieder geval, dat klopt. Dat heb ik geroken. Ik heb voor jou hier de marker. Op één of op twee? Ja, doe maar op allebei, joh.
Had jij zelf vroeger gesigneerde posters of shirtjes of iets? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik had wel een groot schilderij. Mijn vader had Fabrik Ras op mijn muur geschilderd, dat wel. Oh, met vrijwillig of dat wilde je heel graag? Nou ja, het was niet dat... Mijn vader gaat niet helemaal muur onderschilderen als ik dat nou ja, ja, ik weet, ja, goed, je weet het nooit, hè? Weet je wat jij... Hier heb je een inspiratiebron. Nee, ja, nee, omdat ik het had gevraagd, ja. Oh ja, dat is nice. Oké, dus je had wel een idool. Ja. Ja. Nou, die krijgt een mooi plekje. Ja. Zet hem ergens op in... Oh, hier. Gaat die microfoon vallen? Die zit los. Als ik er wel gewoon bovenop doe. Nou, de sloddervos zie ik niet terug, hoor. Nee, hè? Daar gaat goed. Netjes. Dankjewel. Okay. En dat was de eerste. Goed gedaan. Thanks. Thanks.